leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik dacht ik ga jullie vandaag even laten zien wat ik eet, wat ik doe en dat soort zaken. En ik ben ondertussen al begonnen aan mijn smoothie. Niet heel sociaal, want eigenlijk moet je het eerst laten zien. Maar ik was al begonnen en toen dacht ik, oh ja, misschien is het wel leuk om eventjes te filmen. Wat zit er trouwens in mijn smoothie? 6 banaantjes. Lijnzaad. Oh, en tegenwoordig doe ik de lijnzaad eerst even blenden. Want anders vind je hem aan het einde van de rit weer terug in de wc. Dat is een voordeel van een plateau wc in plaats van een plons wc. En die heb ik dus laten blenden met gember, met brandnetel en dus lijnzaad. Dat eerst even blenden. Daarna de 6 banaantjes erbij. Een hele grote hand spinazie. Kokoswater. En dat ga ik lekker eerst eventjes op drinken, rustig aan. En dan ga ik even ondertussen een videootje kijken, gewoon relaxed. En daarna ga ik bedenken wat ik allemaal vandaag ga doen. En dat ga ik jullie laten zien. Ik ga zo naar Zaandijk heet het. Daar zit het Zaanse bakkertje, oftewel de Dutch Vegan Bakery. En ik ben heel benieuwd wat voor spullen ze daar hebben. Dus ik ga jullie meenemen. Volgens mij zit elke toerist droomstadje niet te zien, schatten. Hier ga ik niet heen, ik ga naar het tweede groene dingetje toe. Zaanse bakkertje. Auto rijdt ondertussen naar de chocola, want hierachter zit een chocoladefabriek. Echt, als je aankomt rijden, het is gewoon, je krijgt gewoon meteen al trek. Goed, ik denk ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb het allemaal in mijn vegan power tas gestopt. Het is allemaal in de tas. Ik heb wat lekkere, een soort van appel gebeuren met van alles en nog wat. Die had ik gezien, maar niet getest vorig weekend. Dit is een chocolade croissant. En dit is echt een zak. Sausage broodje. En dat zijn er trouwens twee. En de pesto croissantjes. Echt zo lekker. En de laatste, maar zeker niet de slechtste, is suikerbrood. En die is altijd zo lekker van hun. Met allemaal nootjes erbovenop. Goed, waarom zou je afvragen, waarom laat je dat allemaal in de auto zien? Omdat ik zou doorgaan naar mijn ouders en ik denk dat het dan het een en ander sneuvelt. Voordat ik het jullie allemaal kan laten zien. Dus ik dacht, ik ga dat eerst even zo doen. Het is gewoon, ik was even benieuwd hoe het hier dan zou zijn. En of je hier net zoveel lekkers kan krijgen als dat je op events kan krijgen als ze er zijn. Het enige nadeel van dit soort vegan lekkers en dan speciaal zaak vegan lekkers. Dat je altijd meer betaalt als dat je normaal zou betalen. Dus dat vind ik altijd wel heel jammer. Want nogmaals, je betaalt voor dat wat er niet in zit. Goed, dan ga ik weer terug naar huis rijden. Ga ik verder met school. Ga ik verder met leren. Super saai. Eerst even langs mijn ouders om even het een en ander te proeven. En ik zie jullie later. Even kijken, wat staat erin? Worteltjes, zoete paprika. Zoete aardappel, peper. Ja. Verder niks? Kokoma. Gember. Gember. Oh. Lekker hè? Ziet er goed uit. Zo direct ronde 2. En de discussie waarom het machtig is, maar het is wel heel erg wel lekker. Oh, en een broodje met pesto en nepkaas natuurlijk. Heerlijk. Alrighty, pastoetje. Een stukje suikerbrood. En hij is goed gekeurd. Hi, ik heb gisteren helemaal vergeten te filmen omdat ik het zo druk had in 1 keer 's middag met allerlei andere klussen. Ben ik vergeten dat ik helemaal de tuin ongeveer heb opgeruimd totdat het begon te sozen. Dus er ligt nog het een en ander, dat moet nog weg. En ik heb gisteren eindelijk een nieuwe koelkast gekocht. Maar goed, die gaat nog komen. Maar daardoor moest in 1 keer mijn oude vriezer helemaal leeg. Dus daar ben ik ook mee bezig geweest. Dus dit is de oude koelkast. Die heb ik voor een deel al helemaal ontmanteld, ijsvrij gemaakt. En ik heb hem losgehaald.
Want deze koelkast zat erin toen ik in het huis kwam. En ik ga even laten zien wat ik allemaal in mijn vriezertje nu in de schuur heb zitten. Mijn smoothie van vanmorgen. En mijn mini vriezertje. En daar heb ik dus alles in zitten. En thee. Goodbye. Heel kort. Even wat hapjes. Bitterballen en dingen. Niet dat ik nou een friteuze heb, maar oké. Banaantjes. Ik heb heel, heel veel Professor Grünsnabel, want die was in aanbieding. Tante Fanny's bladerdeeg. Soep ingevroren. Wat heb ik allemaal nog meer? Oh ja. Patatjes. Fruit. En deze hele zak zijn allemaal bevroren hapjes. Ja, van de Tival en van de Vera. En ik doe er altijd een stuk van het voorkantje bij in. Want dan weet ik tenminste wat ik allemaal in huis heb. Ik dacht misschien is het wel even leuk. Dus dit is even een snapshot van mijn tijdelijke vriezer. Hoeje. En het begint net als gisteren weer gezellig te regenen. Maar moet je zien hoe gezellig. Allemaal bloemetjes. Ik hou ervan. Goed, nu weer terug naar de footage van gisteren over wat ik 's avonds heb gegeten. Oké, avondeten is restje tofurkey van gisteren. De kipdingen, erg lekker gisteren trouwens. Met broccoli, met bruine bonen, met mais, met gemengde soort champignons. Of paddenstoelen eigenlijk, hè. En aardappel met een beetje edelgist. En ik heb hier 3 kleine tortilla's met avocado en baba ganoush. Het is een beetje vettiger dan normaal, maar dat is niks ergs. Soms is dat gewoon even goed. Goed, ik ga dit heerlijke hapje opeten. Heb je vragen, opmerkingen, laat het natuurlijk weer beneden achter. En hoop ik zie je in de volgende video. Hi!